Ik denk dat we vandaag uitstekend uit de startblokken zijn gegaan. Ik denk dat de eerste 10 minuten meer dan goed waren. Ook een goede goal maken, eindelijk. Mijn spits, die daar tegenaan zat, de hik al heel lang, die wel onomstreden was voor mij, maar toch heel graag wilde scoren, deed het eindelijk vandaag. En dus daar ben ik extra blij mee. Nou, daarna neemt, vind ik, Heerenveen het initiatief over. Wij wisten natuurlijk dat ze een aantal uitstekende spelers hebben. En met Kobayashi van rechts, Schaars ook veel aan de rechterkant uitkomend. En Torsby en Flap vanaf de linkerkant. Daar hadden wij toch wel wat moeite mee in de overnames. En uiteindelijk leverde dat ook een aantal gevaarlijke situaties op van Heerenveen. Maken een goal, 1-1. En nou goed, dan gaan we de rust in. En eigenlijk vlak na de rust is het aan een corner van ons. Dan een beetje een rommelig, een laag hoofd. En daarna een steekbal op Veerman, waarvan je weet dat toch de loopacties van hem zijn. Maakte 2-1. Nou, vanaf dat moment ben je altijd bang als coach zijnde dat het 3-1 wordt. En dat je dan dat het een hele moeilijke wedstrijd gaat worden. Maar we bleven, vond ik, redelijk op de been. En naarmate de wedstrijd vorderde, vond ik eigenlijk dat we steeds meer lef kregen, steeds brutaler werden. En voelde je eigenlijk ook, tenminste bij ons op de bank, van hey, er zit hier wel meer in vandaag. En wellicht door het schakelen van systemen en het inbrengen van een aantal spelers, kunnen we de wedstrijd kantelen. Nou, dat is gelukt. Al één hele grote kans van Seuntjes en na de hand prikt hij hem wel binnen. En dan voel je toch wat er heel lang aan zit te komen, dat we de 2-2 maken. Nou, daarna wissel ik terug om in ieder geval het punt te koesteren. Blijft altijd de vraag van, als je het laat staan, welke kant gaat de wedstrijd dan op? Maar ik ben ongelooflijk blij met een punt uit bij Heerenveen, wat ik echt een uitstekende ploeg vind. En ik denk dat Jurgen de laatste weken er net zo in zat als ik. Twee keer heel goed gespeeld. Zeker de wedstrijd hier thuis tegen Zwolle. Twee keer te weinig gekregen. En dat gold voor ons ook. Dus ik wens Jurgen en Heerenveen heel veel succes de komende tijd. En nogmaals, ik ben bijzonder blij en bijzonder trots op mijn ploeg weer vandaag. Dank u wel. Dan is het woord nu aan de heer Streppel. Ja, daar is in grote lijnen kan ik helemaal met Maurice meegaan. Ik vond dat wij wat minder uit de startblokken kwamen. Dat was gelijk een aftrap en een overtreding waardoor we werden teruggedrongen. Daarin zegt Maurice uiteraard naar zijn eigen elftal kijken dat het een mooi doelpunt was. Ik vond dat we heel matig verdedigd aan onze kant. Waarbij twee terrein staan, waarbij we uitglijden, waarbij de bal via nog binnenvalt. En die gaat binnen. Daarna hebben we inderdaad het heft overgenomen. En hadden we soms wel ook problemen met VVV, die eigenlijk een beetje hetzelfde speelde als ons. Want een moeilijke naam, Nukwali. Kletje Nukali. Nukali, sorry. Ja. Zo bedoelde ik hem niet als hij eruit kwam eigenlijk. Maar die maakte het ons wel moeilijk, dus misschien klopte dan die naam ook wel een beetje. Maar die ging eigenlijk hetzelfde spelen en aan de linkerkant hadden ze daar hoog hun te staan. Nou, daar hadden wij hetzelfde last van als VVV had inderdaad, maar we namen het wel over. Maakten eindelijk uit de standaard situatie denk ik een mooi doelpunt van Denzel. In de tweede helft konden we wat hoger druk zetten. VVV raakte misschien ook wat vermoeid, tenminste dat dacht ik. En misschien gaven wij wat meer energie. Geweldig doelpunt, een mooie steekbal volgens mij van Michel. En 2-1 en daarna hadden wij door moeten duwen. En dat hebben we niet gedaan, dat hebben we nagelaten. En dan weet je dat in de eindfase het alles of niets wordt. Nou, we krijgen één hele grote kans. Sorry. En dat hij daarna nog valt, een paar minuten voor tijd, in de kluts, via. Ja, dat is misschien wel even tekenend in de fase waarop we dit moment zitten. En dat is heel zuur. Die beker was dus nog niet helemaal leeg. Daar hadden we wel een beetje op gerekend. Maar helaas blijven we maar met één punt achter vandaag. En hebben we gelukkig de mogelijkheid om woensdag en volgende week het inderdaad het goede gevoel nu maar compleet te maken om gewoon 3 punten te pakken. Dankjewel.